Hey mensen, welkom bij Tamas NL. Ik ben Tamas en nee, je krijgt me niet te zien. Haha, nog geen face reveal. Maar welkom in het Exloer Bos. Dit is het bos waar we twee keer zijn doorheen gereden met de AGM Café Racer. En volgens mij één keer met een Suzuki. Dit is mijn hond, Tamin. Tamin, kom. Ik ben hier ook, mijn vrouw is er ook. Dus als je wat gegiegel hoort op de achtergrond, dat is haar. Hoi. Dat dus. We zijn even een boswandelingetje aan het maken. Jezus, als ik kon praten. Maar we komen altijd over die fietspaden door het Exloer Bos heen. Want je mag hier niet rijden met de brommers. Je mag hier dus niet over rood rijden met de TSX. Je mag hier... Allemaal dat soort dingen mogen niet. Dus nou ja, er zijn twee fietspaden door het bos. Die hebben we alles wel gefilmd. Dus ik denk, ik neem jullie een keer echt mee het bos in. En wanneer is dat een betere timing? Kom nou. En nee, dit is geen tackle. Dit is een Black & Tan Jack Russell. Voor de mensen die zich afvragen wat voor hond wij hebben. Ze heeft een officieel paspoort. Haar ouders waren ook Black & Tan Jack Russells. Wat ligt hier? Oh, daar ligt iets. Nee, niet doen. Schuimrubber. Kom. Hey, Nino. Spannend. Kom. Kom maar. Kom maar. Nee, nee, nee. Tamin, kom. Kom op. Kom maar. Jong. Is 8 jaar oud onze hond. Zou je in mij... Nou ja. Mijn mening zou je dat nog niet zeggen als je haar ziet. Mijn ouders hadden een wit met bruine Jack Russell doorlag. Kijk, daar liggen dus meskevers. En die vindt ze eng. Dus dat halen we dan weg. Kom maar, schat. Dan kan ze weer verder. Kan ze weer verder. Daar stopt ze voor. Geen idee waarom. Maar ik wil jullie even meenemen een keer echt het bos in. Dat je echt even een idee hebt van, nou ja, wat is dat Exloer Bos bij hem daar? Waar hij 2 keer doorheen is gereden. Dat is een best een mooi bos, hoor. En natuurlijk is er nog veel meer gedeeltes van het bos. Het is maar een stukje waar we dan lopen. Even kijken of we nog wat spannends tegenkomen vandaag. Ik denk het eigenlijk niet. Het is 6:30 s'avonds, zou je niet zeggen. Dus als je zou zeggen dat het 3:30, 4:00 is, dan zou ik het ook geloven. Heerlijk weer. Ja, het is schitterend weer. Het is iets van 24, 25 graden nog steeds. Maar lekker in de schaduw lopen. Dan is, nou, ik denk dat het nou gaat in de schaduw. Gaat het voor 21 is. Niet te warm, niet te koud. Perfect. Ook lekker voor de hond. Dan maken we zomaar een vlog zonder brommers. Wat is dit? geen brommervlog, maar een hondenvlog. Ja, het is echt super relaxed hier. Ja, dit is ongeveer... hoe ver is dit van onze woonplaats af? Kilometer of 3? Nog niet eens volgens mij. Ja, ligt eraan. Ja, we moesten er nou omheen rijden natuurlijk. Omdat we even met de auto naar het bos waren gereden. Dus je hebt de fiets... Kom maar. Wat is de fiets? Het centrum van Exloer door dit bos heen is 7,5 kilometer. Nou, dit is het begin ervan, dus dat zal wel fijn. Ja, is een kilometer of... Het bos op zich, precies 5. Ja? Dus, nou ja, het stukje ervoor. Ik denk dat het 2 kilometer is. Ja, 2,5. Ja. Nou, we gaan eens even rondkijken of we nog iets speciaals zien. Doe maar. Doe maar, je mag er wel langs. Doe nou, kom op. Hoppa! Wij willen niet in beeld, mag hoor. Ja, wij willen niet, op beeld. Oh, god! Oh, het is een Jack Russell, het is geen Kom nou! Toe nou! Jij maf beest! Eens even kijken of we nog iets bijzonders tegenkomen. Want ik heb dit niet echt gepland, dit is een beetje een on the fly vlog, zeg maar. Dus ik heb niet gepland van, oh, we gaan daarheen lopen, dan kan ik jullie iets laten zien. Nee! Ik wil net naar een kont van een hond zitten kijken, misschien dat interessant is. Ik zit even te zoeken of er nog iets heel speciaals is. Maar nee. Dit moment niet. Misschien moeten we eens praten over een meeting. Misschien moeten we het daarover hebben. Wanneer is zomervakantie? Het is nu... Is het vandaag de 18e? Zeg ik dat goed? Het is 18 juni, hè? Het is nu de 18e. Het is nou de 18e, ja. Wanneer is de eerste week van zomervakantie? Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. We hebben niks mee van doen. Nee, dat hebben we niet meer. Daar zijn we iets te oud voor. Ja. Een jaartje of 20. Pas op. Kom maar. Hey, kom op. Je kunt toch wel sneller? Nee, vandaag
Vandaag niet, het is te warm. Je hebt allemaal rotzooi over je kop zitten. Hè? Echt wel gesnuffeld. Joe. Meeting. Wat is verstandig? Ik gooi even een paar ideeën naar buiten. En nou heb ik geen idee wanneer de zomervakantie is. Ik heb er geen verstand van. Ik hou dat ook niet bij. Want nou ja, net zoals wij zeiden, wij hebben daar niks mee van doen. Het enige wat ik niet doe is... het enige wat ik controleer wanneer de vakanties zijn, is wanneer ik mijn, wanneer wij onze persoonlijke vakantie in plannen. Dat willen wij niet in vakanties doen. Niet in schoolvakanties. Ze is sloom vandaag. Dus ik zat zelf te denken. Brandnetels. En het weekend voor de zomervakantie. Dus het weekend ervoor. Of het weekend van de eerste week van de zomervakantie. En ik had zoiets van, misschien is het het leukste om het te doen in het weekend voor dat de zomervakantie echt begint. Dus ik moet even opzoeken welke datum dat is. Maar dan, nu komt het trouwens wel bij, hallo, ga eens van mij af, beest. Zo'n beest op mijn arm. Maar misschien is dat wel het beste idee, is het weekend voor de zomervakantie. Want dan zijn mensen, die zijn er nog. Anders gaan mensen misschien op vakantie, dan zijn ze weg. Ja, dit is wel een shotje zeg. Dit is al heel gaaf. En dat is volgens mij, is dat wat is dat daar? Is dat die camping? Hunsedal of zo? Volgens mij wel. Oké. Okay. In ieder geval, dan zijn mensen er nog. Dan zijn jullie niet weg. Dan zijn mensen niet op vakantie. En misschien dat we dat weekend dan... dus het weekend voordat de zomervakantie begint. Dus dat is zeg maar een week ervoor denk ik dan. Dat we dan... de brommer meeting gaan doen. En ik denk dat we gaan beginnen met een AGM. Gewoon met een. Want ik zat eraan te doen om twee meetings te doen voor mensen die een crosser hebben. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van mijn. Van de mensen in Discord en van de subscribers, toch. Van de abonnees. Toch gewoon meer. Ik zie een heleboel handways en dat soort dingen. Dus ik denk dat we gewoon een hoe heet dat? Een tour meeting gaan houden, gewoon met de café races, de handways, de wat je ook rijdt. Je mag gerust komen hoor, als je een T6 of een Honda hebt, of maar maakt niet uit wat je komt, maar we gaan niet off-road rijden dan. Ik moet nog een route gaan uitzetten. Ik moet nog even met een aantal mensen gaan praten, kijken of ik iemand mee kan krijgen, dat ik even iemand heb die vooraan rijdt. En iemand die, die even achteraan rijdt. Dus ik ga even contact zoeken met mensen of ze mee willen rijden. Mensen die ik persoonlijk ken. En kijken of we dan een... zodat we even twee road captains hebben, zeg maar, die de boel in de gaten houden. Dat we even een hesje om krijgen. Dat jullie weten wie je moet volgen. En dat je weet wie je kunt aanspreken. Op het moment dat mocht er een technisch probleem zijn of... mocht er iets aan de hand zijn dat je dan weet naar wie je op zoek moet. En dan moet ik een route gaan uitzetten. Maar dat komt wel goed. Er zijn routes zat. Dus ik ga dan binnenkort aan het plannen. En... ik denk toch... dat voor mij het handigste is om deze eerste meeting een beetje dicht bij huis te doen. Dus het zou dan zou waarschijnlijk, en dit is nog niet met zekerheid, denk ik dat we het startpunt in Borger gaan doen. Hoe laat, dat weet ik allemaal niet. Het zal waarschijnlijk iets van 10 uur 's ochtends worden of zo, weet ik veel. Zoiets. Maar dat kan ook nog af. Het kan ook wel zijn dat ik zeg van nou, we gaan naar... ja, hier ken ik mijn routes. Ik ben voor de rest... hier weet ik het meeste, hier weet ik waar we heen kunnen, hier weet ik wat we... Ik heb wel rekening mee dat je zegt 10 uur 's morgens, mensen moeten wel eens nog helemaal hierheen rijden. Ja, dus dat is... Ik zou iets later doen als ik jou was. Het kan wel zijn hoor, dat we vanaf 10 uur bijeen kunnen komen, dat we om 11 uur gaan rijden. Dus dat mensen tot 11 uur, dat we om 11 uur vertrekken en dat je tot die tijd gewoon kunt komen. Dat is ook nog wel een idee. Ja, we kunnen moeilijk pas in de middag weggaan, want dan zitten mensen weer met naar huis gaan. Oh, dit is ook wel even mooi. Nou, we zitten al bijna op 10 minuten, dus ik ga hier ook zo mee kappen. Maar daar zit ik aan te denken, dat we dan zeggen van nou, vanaf 10 uur kunnen we ergens ontmoeten. En dat kan Borgen zijn, maar het kan ook wel zo zijn dat we naar Hogeveen gaan misschien. Maar ik moet gewoon even, ik moet me goed gaan voorbereiden in routes en wat handig is. Dus daar zit ik aan te denken, laat even je mening weten wat je daarvan vindt. Ja, dit is ook schitterend, dit is een stukje, ja, is het heide? Niet echt, maar het is wel heel mooi. Ik heb trouwens geen idee waar we heen gaan. We zien wel waar we heen gaan. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Dat is even wat anders dan een brommervlog. Maar ja, wel weer over brommers gehad natuurlijk. Maar goed, laat me even weten wat jullie vinden van dit meeting idee. Maakt niet uit wat voor brommen je hebt.
minimale snelheid, ja, 45, 50 zou prettig zijn. Maar dat haalt elke brommer. Ik neem niet aan dat er brommers zijn die 35 rijden. Dus dat is het enige wat ik zoiets heb. Zorg er even voor dat je brommer 45, 50 rijdt. En gewoon elke brommer is welkom. Geen auto's en geen motoren. Daar heb ik geen zin in. Ik heb er ook geen ervaring mee. Laten we eerst maar eens mooi met 50 cc's op pad gaan. En als je een 70 of een 80 cc hebt, vind ik ook niet zo erg. Maar ik heb geen behoefte aan dat auto's komen. Geen motoren met 400, 600 cc. Daar heb ik allemaal niet zoveel mee. Quads. Ja, inderdaad. En geen quads, niet dat soort dingen. Gewoon echt even twee wielers. Alles 50 tot en met 80 cc, zeg maar. En gewoon even een brommer meeting. Ik laat jullie nog meer weten. We gaan het er even over hebben. Er is een Discord link in de beschrijving. Dan kun je meediscussiëren. Kom op Discord, er wordt een heleboel gepraat over brommers. Er wordt hulp gegeven aan de mensen die hulp nodig hebben. Er wordt ook gewoon leuk gepraat, foto's gedeeld, dus het is altijd gezellig. Dus kom op Discord, link is in de beschrijving. En dan kun je ook meepraten over de meeting en daar zal ik ook meer informatie posten. Heel erg bedankt voor het kijken, hele fijne dag toegewenst. Laters!